Kwekers in Boskoop proberen ondertussen de schade zoveel mogelijk te beperken. Dit kost ons gewoon geld. Dat is simpel. En armoe. En werk voor Jan. Ja, dat mag je zeggen. Dat. Dus ja, dat is jammer. 3 weken geleden plantte kweker John Heemrood nog honderdduizenden stekken. Bij het noodweer van woensdag liep zijn tuin volledig onder water. Nou, je kan het ook wel weer zien. Het heeft tot hier gestaan. Het water, die dingen, ja. Gaat het doen, gaat het het niet doen? Mocht John Heemrood zijn stekken niet meer kunnen gebruiken, dan heeft hij een groot probleem. Hij is, net als veel andere kwekers, niet verzekerd. Belangenbehartiger Greenport Boskoop maakt zich zorgen. Ramp in die zin dat ik gelukkig niet van persoonlijke ongelukken of zo heb gehoord. Maar de gevolgen die dit heeft voor deze kwekers en de spanningen die zij ook de komende weken zullen hebben van hoe gaat mijn gewas zich nu herstellen of niet herstellen, nou, die acht ik zeer groot. Er zijn niet alleen zorgen bij de kwekers over hun gewassen, maar er is ook boosheid in de richting van het Hoogheemraadschap. Woensdagochtend om 7 uur hebben de eerste tuinders al alarm geslagen. Maar pas om 1 uur 's middags werden de eerste installaties geplaatst. Ik hoor die signalen ook inderdaad. Ik wil het kijken van hoe kan het beter. En als we 2 uur eerder hadden kunnen gaan pompen, had het veel uitgemaakt. Het probleem is, we pompen nu al ruim 24 uur. Anderhalf dag al bijna zelfs. En het is nog niet op alle plekken droog. Dus eerder is altijd beter. Maar het probleem zit echt in de hoeveelheid. Ongekend veel. Maar ook had het Hoogheemraadschap beter moeten anticiperen op de weersvoorspellingen, vinden kwekers. Nou, ten eerste dat ze al wat uit het water vandaan trekken. Een paar centimeter wat ik net zei van tevoren, want het werd gezegd dat het hard ging regenen, dus dat kan. En ja, dat ze dan als ze dat gedaan hebben en ze geven echt veel regen op, zetten dan een pomp of 2 pompen neer op het Reinerveld. Bij Wortman, dan bij Sluisie. Ik snap die boosheid. En een week geleden hebben wij nog gezegd, spaar je water, want het is droog. En dit was echt niet voorzien. Ik zie mensen die zeggen, in 20 jaar tijd nog nooit zo hoog gezien. Deze water hadden wij niet voorzien. Dus we hebben niet extra voorgemalen, omdat we hier echt nog steeds een probleem hadden met voldoende zoetwater. Het is volgens het Hoogheemraadschap niet te voorspellen hoe lang de problemen aan zullen blijven houden. Dat durf ik niet te zeggen. Dat is afhankelijk van het weer. Maar wij blijven keihard werken en we blijven gewoon alert en dag en nacht doorwerken. Al mijn mensen zijn keihard aan het werk, zolang het nodig is.